Kinderen met een beperking kunnen ook creatief en kunstzinnig zijn, zegt Ilonka Elmond van de Ilonka Elmond Foundation. We spraken haar vandaag tijdens een kunstexpo ter afsluiting van het project Unity for Suriname. De initiatiefneemster geeft aan dat ze het belangrijk vond te werken met kinderen met een beperking als doelgroep, omdat die vaak worden vergeten. De bedoeling is dat we hiermee Koti Koti inluiden. We zijn 6 weken lang bezig geweest binnen het speciaal onderwijs samen met GR Blok, George Struikenblok en Angela Salmo. En hebben we 6 weken lang 3 keer per week kunst- en cultuurlessen verzorgd om kinderen met een beperking bekend te maken met kunst en cultuur. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat we moesten komen naar een winnaar en een winnares vandaag. En vandaar deze expositie. Elmond zegt verder dat de Louis Braille School, de Mithiel School en de Lamtoren School zijn uitgekozen voor de kunstwedstrijd. Regine Souklaal werd eerste en Dafina Ngwete eindigde op de 2e plaats. Ze verdienen het. Het is gewoon belangrijk dat mensen kunnen zien dat kinderen met een beperking veel meer kunnen dan wij denken. Eigenlijk dat uit het zich ook eigenlijk in deze werkjes. Ik had gezien dat ze goed waren, maar ik had niet gezien dat ze zo goed waren. Snap je? Dus dat is ook een eye-opener voor ons allemaal, denk ik. Een van onze thema's was Kitty Kotti. Wat betekent dat voor jou? Wat maakt Suriname zo mooi? En wat verbroedert Suriname? Dat waren 3 thema's die voor ons heel belangrijk waren. En 6 weken lang hebben ze daarover gedoseerd. Wat zijn de kleuren van de vlag? Waar staan ze voor? Wat is het bekendste plein in Suriname? Gaan we daarover werken? Welke dieren ken je? Ja, het is dus niet alleen maar kunstlessen wat ze alleen maar hebben gehad, maar er kwam ook cultuur bij kijken, want uiteindelijk dragen we de Surinaamse cultuur uit. En zeker in het kader van Kwiti Kwiti is voor ons een hele belangrijke feestdag, een belangrijk moment in de historie. En het is ook belangrijk dat die kinderen dat kennen. De winnaars van de kunstwedstrijd gaven aan dat ze het aangenaam vonden om kunstlessen te krijgen op school. Souklaal hoopte dat er meer kunstlessen worden ingevoerd in het onderwijsproces.